Nederlands zegt. Nou ja, het zijn... nou ja, dat zijn jouw woorden, maar... Ja. Hoe zou jij het zeggen? Nou ja, ze zijn absoluut gewoon puur bezig met geld verdienen. Dat is en ten koste van veel. En ten koste van een reputatie ook, maar dat nemen ze voor lief. Ja. Ja. Dat terwijl het zo ontzettend leuk begon. Hè? Dus dat Booking, in de jaren 90 opgericht, eigenlijk een Enschede's studentenbedrijf. Kan ik het zo zeggen? Ja, het is opgericht inderdaad door een student, die of eigenlijk net afgestudeerd, techneut. In Enschede, die niet zozeer iets met hotels had, eigenlijk helemaal niets. Maar het was in de begintijd van het internet. En hij had een plannetje om een hotelboeksite te bouwen. Mm. En dat was eigenlijk de eerste jaren nog was dat tamelijk vrolijk allemaal. Ja. Het ging best wel goed. Het hele studentenhuis, koek hoor, eten het geloof ik. Ja, iedereen deed mee. Het was eigenlijk een soort jongensclubje die wat aan het rommelen was. Precies, en iedereen stak er ook geld in. Hè, ja. Want ze kwamen niet zozeer bij de bank. Maar hij vroeg gewoon iedereen met een e-mailadres die hij kende, die mocht investeren. Ja. Ja, hij zat met zijn voormalige huisgenoot, zat tegenover hem. En bij iedere boeking die binnenkwam in het begin, kwam er een kassageluidje van ka-ching. En dan dat wel. Yeah. Dat hadden we wel. Ja, het was, ja, maar het was aardig. Maar het was aardig. Ja, ja, en dat ging. We hebben wat beelden vanuit die begin.